Dan ben ik altijd blij dat Harry mijn weekend afsluit. Want dan heb ik toch wel weer het idee... ja, dit gaat zo nergens over dat het gewoon leuk wordt. Hij zat met Willem van Hanegem, die overigens jarig is. Van harte. Ja. En dus, met z'n tweetjes. Die wedstrijd van AZ Utrecht 5-5. Hoe kan dat nou? Ja, dat is prachtig om te zien natuurlijk, maar... Maar dat is toch terug in de tijd? Het is toch een paar weken geleden, of niet? De wedstrijd toen Ajax Feyenoord, dat vond ik ook geen mooie wedstrijd. Jawel. Ajax Feyenoord. Is het nou, ben je mij nou aan het testen? Nee, ja, je komt met allemaal oude koek. Ja, ik kan... gaan we een nieuwe koek. We gaan een nieuwe koek doen. Cambuur Heerenveen, 11:15. Dat is eigenlijk de wedstrijd van het noorden. En ik denk dat Cambuur die gaat winnen. Utrecht Twente, 2:30. Utrecht PSV. Ja, ik moet zeggen, Twente wint. Vind ik toch een goed seizoen draaien tot nog toe. Dus Twente wint. Utrecht Twente! Ja. Er is helemaal geen Utrecht Twente. Nee. Dat was Utrecht PSV. Nee, dat was Go Ahead Twente. Ik was daar. Dus je ziet er gewoon ik zat bij Utrecht PSV gisteren. Over een wedstrijd te praten die er helemaal niet is. Nee. Maakt gewoon niet uit. Twente doet sterk de laatste tijd. Weet je wat het nog is? Het is ook nog opgenomen een dag van tevoren. Dus je kan het er nog uitknippen ook. Maar er is dus niemand geweest in die dag. Het klopt niet. Er is geen wedstrijd Utrecht Twente. Laten we maar uitknippen. Nee. Laat erin zitten. Ja. Hoeveel zei hij dat het werd trouwens? Twente, toch? Ja, wat zei Willem? Hij zei dat Cambuur ging winnen. Twente ging winnen, toch? Cambuur was 2-1, zei hij. Ja, Utrecht. Ja, Utrecht winnen. Maar het is wel leuk. Het is altijd goed. Altijd dat leuk, heb je even nodig. Altijd leuk.